De geschiedenis herhaalt zich door je eigen volk uitgeleverd worden aan de Romeinen. Op grond van religieuze geschillen, dat hebben we nog ergens gehoord. Toch toont Paulus zich een volbloed Jood. Het is om de verwachting van Israël dat ik deze boeien draag. Overal waar Paulus komt, zoekt hij eerst contact met zijn volksgenoten. Hij spreekt hen aan op iets wat ze gemeenschappelijk hebben, de verwachting van Israël. Hij tracht die verwachting dan open te trekken. Die verwachting is vervuld in Jezus. Gewoonlijk eindigt het in een conflict. Alleen uitzonderingen nemen zijn boodschap aan. Dan trekt hij uit protest naar de heidenen. Zij zullen luisteren. Nu zit Paulus in de hoofdstad van het heidense Romeinse Rijk, de overheerser van zijn volk. Daar zou hij uit eigen beweging misschien nooit naartoe zijn gegaan. Zo'n stad waarin mensen heel anders denken en doen, wat moet je daar beginnen? Om dan nog niet te spreken van de vooroordelen die je misschien ooit over die mensen had. Maar het zaadje van het woord valt en het gaat zijn weg. Mensen worden aangesproken via wegen die je zelf niet zou hebben uitgedacht. Paulus viseerde een minderheid. Hij hield rekening met mislukking en zelfs met conflict. En toch ging hij door met in zijn huurhuis mensen te ontvangen. En ze bleven komen, tot ook zijn kop eraf ging.